Yo allemaal, het was een goede week, want heel veel mensen hebben geraden dat het inderdaad een poot was van een springkaan. Hetgeen we jullie lieten zien is het allerlaatste stukje van de achterpoot waar de springkaan mee kan springen. Die beesten kunnen natuurlijk loeihard omhoog springen, maar die komen ook terug loeihard naar beneden. En daarom dient dit achterste stuk van de poot om de schok op te vangen. Dat verschilt dan ook nog eens van soort tot soort. Sommigen hebben ze wat meer kussentjes eronder, anderen dan weer wat meer borstelachtige structuren om de schok op te vangen als ze landen. Helemaal op het einde, natuurlijk nog een dikke klauw om op bepaalde relief zich goed te kunnen vaststellen. Als je goed kijkt, dan zie je zo'n beetje een schubbenstructuur. Doet misschien een beetje denken aan de foto's die we eens hebben laten zien van een haar. Maar dit is iets anders, dit is chitine. Dit is eigenlijk de zeer stevige materiaal wat de buitenkant van insecten van gemaakt. Ook weer een mooi voorbeeld waar wetenschappers inspiratie halen uit de natuur. De ingenieurs van Boston Dynamics bijvoorbeeld, die hebben een robot gemaakt die springt als een zandvlool. Die hebben supercoole robots, links staat ook in de comments, kan je zeker eens kijken. Maar voordat je dat doet natuurlijk, is hier ook nog de foto van volgende week.